Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen op de satellietfoto zien dat we te maken hebben met nog behoorlijk veel zonneschijn vanmiddag. Maar er drijven ook al wel wat wolkenvelden over het land. En we krijgen geleidelijk aan meer bewolking vanuit het zuidwesten. Die hoort bij een storing die ten zuidwesten van de Britse eilanden ligt. Zoals gezegd, geleidelijk aan steeds meer bewolking. En vanavond hebben we dan ook een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En verder zou er dan wel een eerste bui kunnen vallen, met name in de westelijke helft van het land. De zuidwestenwind gaat ook langzaam nog wat toenemen. Die wordt matig boven land en vrij krachtig aan zee. Windkracht 3 tot 5. Zo halverwege de avond is het een graad of 15. Vanavond koelt het niet heel erg veel verder af. De minima komen uit rond een graad of 9. Verder hebben we vannacht tamelijk veel bewolking. Ook nog wel een paar opklaringen. En vooral in het noordwesten van het land kans op een enkele bui. De waarde stevige zuidwestenwind. Die zuidwestenwind hebben we ook morgen mee te maken. Die is opnieuw matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Verder is er vrij veel bewolking en er trekken ook buien over het land. Met name in het zuidoosten kan later op de dag misschien nog even de zon doorbreken. Het wordt een stuk minder zacht dan vandaag, het wordt zo'n 13 tot 16 graden morgen. Dan dragen we erna. de Zondag ziet er ook erg wisselvallig uit: veel bewolking, misschien een klein beetje zon en een stevige wind die draait van zuidwest naar noordwest. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Maar de echte duikeling in de temperatuur komt pas op de Koningsdag, maandag, dan ligt het maximum rond 10 graden slechts, en dat bij een stevige noordwestenwind en buien die over het land trekken, met tussendoor ook wel wat zon, maar echt vrij is anders. Ook de dinsdag is wisselvallig, maximum temperatuur dan 10 tot 12 graden, nog altijd een stevige wind dan weer uit zuidwestelijke richting. En als we dan nog wat verder vooruit kijken, dan zien we dat ook de rest van de komende week wisselvallig weer blijft met temperaturen zo rond de 10 tot 12 graden. Pas richting het weekeinde en eigenlijk pas daarna zelfs gaat de temperatuur mogelijk weer wat omhoog, maar de onzekerheid is ook nog erg groot. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl